Ik ben Sander de Heer. Ik ben 44 en presentator, audiomaker, mannetje van de radio, maar tegenwoordig veel meer bezig met alles waar je stem belangrijk voor is. Ik kom uit de radiowereld. Ik heb 25 jaar al radio gemaakt, maar merk nu dat audio nog steeds heel veel beluisterd wordt. Niet alleen maar via de radio, maar tegenwoordig zit iedereen natuurlijk toch met zijn oortjes in. Lekker mobiel, onderweg, te luisteren naar muziek, maar toch ook naar podcasts, luisterboeken, audio via WhatsApp. Dus ik ben heel erg bezig met hoe kan ik nou als presentator met een boodschap zo goed mogelijk tussen je oren komen of in een zaal een verhaal vertellen. Ja, ik kan natuurlijk heel veel vertellen over alle radioprogramma's die ik heb gemaakt, maar ik was eigenlijk als jongetje van 8 al bezig met een microfoon. Ik weet niet waarom, maar ik wilde graag mijn stem door die microfoon horen. Ja, voor mij is dat een soort van tweede natuur. Ik maak al sinds dat ik een jaar of 8 was, maak ik soort van radio. In het begin was dat via een microfoon bij mijn ouders op de stereo-installatie aangesloten. Als ik maar mijn stem hard kon horen. Tot aan studentenradio, lokale radio, communicatie gestudeerd. Dus ik heb me ook gaandeweg heel erg verdiept in wat zit er nou achter een boodschap. Hoe breng je dat voor het voetlicht? Bezig met marketing, communicatie, PR. En ook hoe kun je in audio nou zo goed mogelijk een boodschap vertellen. Beste nummer ooit gemaakt is What's Going On van Marvin Gaye. De feel van Motown, ouderwetse soul. Maar dan wel Marvin Gaye die tegen de Motown-baas zei: ik ben nu klaar met al die happy de peppy vrolijke liedjes. Ik wil een boodschap communiceren. Zijn boodschap ging over de Vietnamoorlog. What's going on? Hij heeft er echt voor gepleit om iets anders te doen dan dat er op dat moment bij Motown gemaakt werd. Namelijk alleen maar vrolijke liedjes. Ja, en dan zo'n geladen boodschap op zo'n mooie manier neerzetten in muziek. Dat voel je. Ja, ik sta graag op een podium, maar niet alleen voor mezelf. Ik vind het fijn om anderen beter te maken, om een verhaal heel goed voor de bühne te brengen. Dus het doorvragen, het scherp luisteren, letten op reacties uit de zaal. Constant bezig met improviseren, flexibel, maar aan de andere kant toch het draaiboek in mijn hoofd. Hoe laten we waar moeten zijn? Dat vind ik leuk. Nee, je moet mij niet horen zingen. Ik draai graag plaatjes. Ik kondig graag artiesten aan. Ik sta graag op een festival. Maar dan wel, ik kondig aan. En dan ga ik snel weg.